Klaas Dijkhoff en Gert-Jan Segers hebben gisteren flink wat media-aandacht gekregen voor hun nieuwe podcast over politiek. Ze willen een voorbeeld stellen door, hoffelijk, om te springen met andersdenkenden. Het werd gisteren ook besproken in het mediaforum op NPO Radio 1, waar Marta Riemsma een van de gasten was. Marta, de vriendin van Matthijs van Nieuwkerk die ook tv-ambities heeft, zorgt voor een awkward radiomoment als ze uit zichzelf over die hoffelijke ambities van Klaas en Gert-Jan begint. Ik moet nog even denken aan die hoffelijkheid die zij nastreven en toen dacht ik van, ja, maar niet iedereen is meer even hoffelijk, hè? Nee, inderdaad, Marta, vraag maar aan je vent. Ze vervolgt, dus als je twee mensen hebt die zich in principe aan de fatsoensnormen willen houden, ja, dan is het makkelijk. Dan kun je elkaar inderdaad op inhoud bestrijden, maar op het moment dat dat niet meer zo is met een aantal partijen, wat doe je dan, hè? Hoe probeert Marta hier een soort grapje te maken? Of heeft ze gewoon niet door dat het enigszins ongemakkelijk is om het over vervagende fatsoensnormen te hebben als je thuis een man hebt zitten die bijna eiste dat een cameraman voor hem zou knielen? Zeg, sorry, meneer Van Nieuwkerk. Presentator van dienst Karel Johan de Zwart lijkt niet zeker te zijn van Marta's bedoelingen. Hij haakt erop in, ja, maak daar eens een podcast over. Met iemand die niet hoffelijk is. Juist dan verspringt de expressie van Marta, terug te zien vanaf minuut 12:15 middags. Het is duidelijk dat ze zich precies op dat moment beseft dat dit eigenlijk ook wel heel erg op haar eigen liefje slaat. Marta stamelt nog, ja, dat zou ik ook wel interessant vinden. Schuift ze hier nou indirect haar eigen Matthijs naar voren? Heeft hij in elk geval wel weer wat te doen? En kan zij thuis eindelijk eens de kussens opschudden? Karel Johan, en die je dan op de een of andere manier weer in het hoffelijke gareel moet zien te krijgen. Dat zou wel een leuke uitdaging zijn. Marta ongemakkelijk, ja, precies. Cuando tú no estás conmigo, ¿cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito?